Yo mensen, mijn naam is Jesse en welkom bij een nieuwe Pokémon Go video hier op mijn kanaal. Ik doe op mijn Instagram een giveaway. De giveaway staat op het moment op 40 euro. Hoeveel ik ga weggeven wordt bepaald op de likes op episode 20 van Pokémon Go. Dus op het moment hebben wij 4000 likes, dus dat betekent 40 euro. Maar hoe kan je nou winnen? Je moet mij volgen op Instagram. Je moet een foto liken en je moet reageren onder die foto. En die foto staat in de beschrijving. Dat moet je doen. Verder is het heel makkelijk, maar we gaan vandaag lekker Pokémon spelen. Wij gaan weer proberen een Eevee te vangen, want wij willen gewoon een Eevee evolven, want we zijn level 20. En wij hebben nog nooit een Eevee geëvolved, wat best wel slecht is. Dus als wij een goede Eevee tegenkomen, gaan we die lekker evolven. Verder moet ik nog even lekker een paar Pokestops gaan pakken, want ik heb nog maar 3 Pokeballs, zoals je kan zien. Maar of dat in deze aflevering gaat gebeuren, dat weet ik niet. Volgende aflevering gaan we wel een paar Pokestops gewoon in me doorpakken. Dat ga ik vanavond doen. Ik neem nu 2 video's op een dag op, zodat ik binnenkort wat meer tijd heb om een hele vette aflevering te maken in Amsterdam. Want dan gaan wij gewoon naar de Eevee spannen. Ik heb daar super veel zin in, hopelijk jullie ook. Laat even een blauw duimpje achter. Kijk of we weer 2000 likes kunnen halen, dat zou super tof zijn. Op het moment hebben wij best wel wat lekkere Pokémon. Maar die Blastoise, die stond op een gym en die is nu dood. Of nou, die heb ik weer levend gemaakt, maar die was dood. Dat betekent dat de gym die wij gisteren hebben gepakt weer veroverd is. Maar dat kan niet jongens. Wij gaan dus weer lekker die gym pakken, want die moeten wij gewoon terug hebben. En ja, zoals ik net zei, een Eevee, weet ik wat allemaal. En mijn Magikarp, hè. Ik kom best wel in de buurt van een Gyarados. Waar is hier? 100 Magikarp, 303 kennis heb ik op het moment. We moeten er dus nog een paar vangen. Dan kunnen wij een Gyarados krijgen. Dat gaan we misschien binnenkort in Zandvoort wel doen. Want daar vang je er heel veel. En Zandvoort lijkt me een mooie plek om een Gyarados te krijgen. Want het is strand. Dus dat gaan we doen. Maar nu gaan wij lekker Pokémon vangen. We gaan lekker een incense aanzetten. En dan gaan wij lekker fietsen op de postcode loterij fietsen. Jullie denken inmiddels wel kennen. En een spawn met hele Pokémon, maar die boeit niet. Let's go jongens. We hadden net over Gyarados en kijk eens wat er spant jongens. Een hele lekkere Magikarp. We hebben 3 Pokémon's, hopelijk kunnen we gewoon even lekker in één keer vangen. Go. Oké, we hebben in ieder geval raakvlak, dat scheelt weer. Dus Magikarp, ga lekker in mijn balletje. Dan hebben wij weer 3 kennis bij, oftewel 4, want ik ga deze transferen. En jongens, wij hebben weer een Magikarp erbij. Super tof. En dat bij het water. Hey, wat een toeval. Geweldig. Nou jongens, dat was een real life Meowth. Super schattig. Jongens, we komen zo dicht bij een Magikarp. Hier is er weer een van 10 CP, maar ja, eigenlijk vind ik het helemaal prima. Maar er zijn weer lekker 4 kennis bij en ik heb hierna nog maar 1 Pokeball. Dus als wij een Pokémon tegenkomen die niet zo heel goed is, maar die wij toch willen vangen, moeten wij gewoon een Great Ball gebruiken. Want ja, fuck it, dit is gewoon mijn eigen domme fout. We moeten nu gewoon Great Balls gaan gebruiken als deze laatste op is. Dus ja, dat is niet zo leuk. Maar we zijn ook bijna level 21, dus binnenkort gaan we weer lekker even evolven. En dan zijn we level 21, 21. Super leuk. Ik weet niet wat het is, maar weer een Magikarp. En ik heb maar 1 Pokémon. Dit is zo lastig gevangen met... Oh ja, oké. Fuck it, wij gaan gewoon een Great Ball op de Magikarp gooien. Want ik wil gewoon een Gyarados hebben. We komen zo dicht bij de Gyarados, jongens. Het is echt niet normaal. En een Great Ball. Ja, we hebben er sowieso om de Great Ball. Want anders zou het wel een hele goede Magikarp zijn. En ga weg. We hebben nu 312 candies. We kunnen nog 3 transferen. 315 candies, dus binnenkort jongens, de Gyarados evolutie. Jeetje mina, wat heb ik daar zin in. Gewoon een fucking Gyarados. Die dingen zijn zo goed in gyms. Ze zien er vet uit en het duurt zo lang voordat je rekening kan krijgen. Ik kan echt niet wachten. Jongens, oh my god, er speelt gewoon een Tentacruel van mijn incense. Ik heb er al op geklikt, maar hij is 28 CP. Wat ik gewoon goals vind. Zo'n goede Pokémon die zo laag is. Dus wij gaan er gewoon... Nee, niet mijn Great Ball ontwijken, bitch. Dit is mijn tweede wilde Tentacruel, die Tentacool. Daar heb ik er nog maar 1 van gevangen en ik heb al 2 Tentacruels in. Dat is echt bizar. Maar ik ben er super blij mee, een zieke Pokémon van een incense. Als het nou even een Dragonite was, zou dat wel even wat leuker zijn. Maar een Tentacruel van een incense, ik mag zeker, zeker niet klagen. What the fuck, jongen. Ik sta dus nu op het moment bij een Pokestop. En serieus, de enige Pokestop hier helemaal in de buurt... Die doet het niet. Echt heel fijn dit jongens. Wij willen gewoon een eitje hebben. Oh, mijn stem sloeg over. Want wij hebben nu op het moment 3, 5... Oh wat? We hebben wel dingen gekregen. Oké, random as fuck. We hebben 4, 5 kilometer eieren. Wij gaan al mijn eieren vol laten komen. Of nou ja, dat we weer 9 eieren hebben. En dan gaan we ze allemaal tegelijk incubaten.
zodat er heel veel eieren tegelijk inkomen. Daar heb ik echt super veel zin in. Dus we moeten nog even wachten. Vanavond gaan we alles incubeten, denk ik. En vanavond is dus voor jullie morgen. Oh my god, jongens, er is een Eevee in de buurt. Die gaan we sowieso proberen te zoeken. Want wij willen gewoon een Eevee evolution doen. Come on, hé. Het duurt echt zo lang voordat wij weer even een Eevee tegenkomen. Vroeger kwam ze best wel vaak tegen, maar je hebt natuurlijk ook geen Pokémon map meer, dus het wordt gewoon steeds lastiger. Maar wij gaan gewoon proberen te zoeken. En ja, ik hoop dat het gaat lukken. En daar in de verte, ik weet niet of ik kan zien, daar... Wow. Daar is ook een gym. En die gaan wij ook lekker pakken. De Eevee hebben wij nog niet kunnen vinden, maar er spant wel een Nidorino. Oké, jongens, ik weet niet wat ik hier allemaal dom zat te praten, maar het is een Nidoran. Oh my god, ik had echt heel veel down hier. Of een, ja, een Nidorino, hoe je dat ook wil zeggen. En deze willen wij wel even vangen. Mannetjes versie, die kunnen we al bijna evolven. We hebben op het moment daar volgens mij iets van 80 candies van. Maar come on, ga even lekker. Nee, ga er niet uit. Oké, dit gaat... Nee, hij is weg. Kutzooi. Kom ik eindelijk een goede Pokémon tegen, is hij weg. Oh jongens, wat jammer. Maar die Rattata die staat naast me. En die Rattata staat vooraan. Dus waarschijnlijk is de Eevee ook in de buurt. Ik hoop het in ieder geval. Maar we gaan even kijken hoeveel kennis we hebben van die Nidorino. Nidorino, weet ik veel. Don't blame me. Hier staat hij. 84. We komen dus in de buurt. Jongens, de Eevee hebben we helaas niet kunnen vinden. Maar we staan er wel bij een gym. We gaan er even lekker op klikken. Dus de gym die wij gisteren ook hadden gepakt. Alleen hij is weer overgepakt. En come on, mag ik weten wat erop staat. Level 2 gym, 1 drag. Oké, dat moet wel gewoon te doen zijn. We gaan er gewoon lekker tegen vechten en mijn mobiel valt. Echt heel fijn. Oké, jongens, Pokémon Go die werkt lekker mee. Ik weet niet wat de fuck hij aan het doen is. Ik ga hem even opnieuw opstarten. Jongens, hij doet het. Come on. Oké, lekker tegen de Dragonite vechten. Eens kijken of mijn Lapras een 2100 Dragonite kan verslaan. Dus dat gaan we gewoon lekker proberen. Daarna gaan we lekker blijven klikken. En we doen nu een special move hier in Ice Beam. Come on. Oh, dat doet super veel damage. Dit gaat sowieso lukken. Dit gaat gewoon makkelijk worden. En jongen, de gym is gewoon nu al bijna verslagen. En ja hoor, de Dragonite is gewoon al dood, jongens. Waarschijnlijk is de gym ook meteen van ons. Ga even kijken of de gym meteen van ons is. En ja. Nou, dat was heel makkelijk. Nu gaan we er even lekker Pokémon op gooien. En Pokémon is een beetje sloom. Oké. Wij gaan gewoon lekker mijn Blastoise weer opgooien. Zodat die andere persoon weer ziet. Oh nee, hè? Weer die Blastoise. Ja. Weer die Blastoise. Lekker jongen. En nu gaan we weer fietsen. Lekker wat Pokémon's zoeken. Misschien komen we nog wat vet tegen. Eerst gaan we weer even lekker een Instantje aanzetten. En misschien gaan we zo nog even Pokémon evolven. Moet ik even kijken of wij wat leuks kunnen evolven. Maar dat heb ik eigenlijk wel zin in. Maar ik kan niks beloven. We gaan even kijken of dat überhaupt mogelijk is. Jongens, een Poliwag. En die kunnen wij echt bijna evolven. Even kijken of we hem kunnen vangen met een Pokéballetje. Ik denk het niet. En waarschijnlijk heb ik nu gewoon weer een Pokéball verneukt. Of misschien ook wel. Ja hoor, ja. Ja, nee, oké, ik dacht het wel maar. Oké, heel jammer. Dan gaan wij lekker een Greyballs erop gooien. Dan hebben wij in 2 afleveringen 20 Greyballs verneukt. Echt heel zonde. En als ik zo slecht blijf gooien, nog meer. Ga eens even lekker raken. Dankjewel, een Great. Oké, een Great op de Poliwag. Hopelijk kunnen we vangen. Hopelijk is hij ook goede IV. Ik denk het niet, want zijn CP is meh. En er komt weer lekker een vliegtuig langs. Dat is gewoon zo leuk aan mijn dorp. Altijd die herrie. Maar we hebben nu 98 candies en nog een paar vangen. Dan kunnen wij de volle evaluatie doen. En zijn IV die is heel shit. Dus we gaan weer lekker verder zoeken naar een betere. Altijd deze plek spant er een Gastly. Maar met altijd bedoel ik ook echt... Altijd. Alsof gewoon, volgens mij zijn er gewoon vaste spawn points voor Pokémon. Maar een Great Ball op de Gastly. En hopelijk gaat hij even lekker makkelijker in. Dan kunnen we naar huis. En ja hoor, we hebben hem. Lekker jongens. Weer een Gastly erbij. We komen nu aardig in de buurt. Nou, aardig in de buurt. We komen wat meer in de buurt van de Gengar. Jongens, ik heb even gekeken. En er is op het moment niet echt een Pokémon die wij kunnen evolven. En het begint te regenen. Oh, geweldig. Even snel. Er is geen Pokémon die wij kunnen evolven. Wel zijn er Pokémon waar wij in de buurt zijn. Want wij hebben natuurlijk een tijdje al niet meer geëvolved. Dus dat betekent dat we weer wat candies hebben. Zodat we weer bijna Pokémon kunnen evolven. En een Starmie. Oké, wij gaan gewoon even deze Starmie vangen. En na die Starmie ga ik naar binnen toe. Want ik begin een beetje nat te worden. Greyball doet Starmie en een Excellent. Ik weet niet, op de Starmie kan ik makkelijk een Excellent gooien. Omdat hij een rondje op zijn buik heeft. Ik weet niet, hebben jullie dat ook? Laat het even weten. Ik in ieder geval wel. En we hebben hem gevangen. En... Het valt om mee. Ik ga niet dood van water. Misschien mijn camera, maar ja. Maar mijn Charmander, die moet nog even. Maar mijn Squirtle, die heeft 48 kennis. En mijn Bulbasaur 45. Dus daar moeten we nog even voor gaan sparen. Maar bijvoorbeeld mijn Ekans, die heeft er 32 van de 50. Sandrew 35 van de 50. En dan Nidoran 84 van de 125 die wij nodig hebben. We hebben nog een Vulpix 37. Een Jigglypuff
Nou, die duurt nog wel even 23. Dus wij zijn bij heel veel Pokémon in de buurt van evolven. Ook de Geodude moeten we nog een paar, ja, een paar, nog best wel veel. En nog ongeveer zo'n 50 voor. Dan kunnen wij een Golem krijgen. En ja, zo heb je nog meerdere Pokémon. Op het moment kunnen wij gewoon eventjes niks evolven. Maar er komen binnenkort wel hele vette evolves aan. Dus wil je dat niet missen, abonneer dan zeker even op mijn kanaal. En ik kan echt niet wachten om die allemaal te evolven. En dan gaan we even naar onze Magikarp toe. Want daar zijn we echt van in de buurt. Daar zijn we echt in de buurt. We hebben er 315, dus 315, 316, 317, 318, 319 candies. Want we kunnen er nog 4 transferen. Dus 319 candies en dan binnenkort, als we even naar Zandvoort of wat dan ook gaan, dan kunnen wij misschien de Gyarados krijgen. Dat zou echt tof zijn. En deze Eevee 272, we hebben heel veel candies. Maar deze Eevee is gewoon heel slecht en dat is gewoon zonde om te evolven. Dat zouden jullie denk ik ook niet doen. Dus daar wachten we nog steeds op. Kabuto, ja, die moeten we er ook nog 20 van, maar die zijn best wel zeldzaam. Maar mensen, bedankt voor het kijken. Abonneer zeker op mijn kanaal. Vergeet niet mee te doen met de giveaway. In het begin heb ik uitgelegd hoe en ook in mijn vorige video heb ik helemaal uitgelegd hoe je dat moet doen. En het begint nu echt hard te regenen. Dus check ook mijn andere social media in de beschrijving. Gewoon alles wat je kan volgen staat standaard in de beschrijving. Dus volg mij gewoon op alles, mensen. Ik heb bijna 1000 volgers op Twitter. Dus zeker volgen. En dan zeg ik later, mensen.